Maar freerunning is eigenlijk zo creatief mogelijk van A naar B gaan. En wat wij vandaag gaan doen, we hebben ook wat obstakels meegenomen. Dus ja, laten zien wat je daarmee kan doen op het podium vandaag eigenlijk. Want binnen kan je eigenlijk niet echt freerunnen. Maar we laten dus zien wat we met onze skills kunnen doen op het podium. Het geeft ons adrenaline gevoel, het geeft je een goed gevoel. Het is ook goed voor je mentaliteit. Zeg maar, je wordt sterker, je wordt slimmer. Je gaat op een andere manier kijken naar bepaalde objecten. En zo bouw je jezelf uit. We gaan vlammen en laten we ons best doen. Hoes! Oké, eerst even met de jury even van, nou ja, leuk waar jullie vandaan komen. Zeg maar dat je elkaar heel lang kent, heel goed kent, heel graag heel groot wil worden. Dat doet het altijd goed bij ze. Ja? En dan gewoon een beetje lief lachen en zo. Zet hem op, hè? What is the name of your group? Onze naam is Team Unleashed en wij gaan zo meteen voor jullie freerunnen. Freerunning? Ja. Very cool, very cool. Well, let's see it. Show us what you got. Oké, okay, zullen we doen. Team Unleashed, holla at me. Boom, boom, keep ballin' in the room. Sweepin' up my competition, call me Mr. Broom. Nigga, look at my jewels. Aviator shades, I ain't looking at you. Ain't you, bless me twice. Ear rich, nigga, I be shittin' on your life. Let me start really quick by just saying, if you can figure out a way to make it so it's nonstop, so that we're not waiting for the next thing to happen, okay? Right. I don't know if that's even possible. You figure that out, and that would be one of the most insane acts that I've seen in a long, long time. Thank you. Really good. Nou, zie je toch maar, zonder je eigen uit te kleden of wat dan ook, hoe sexy dit kan zijn. Het is heerlijk om naar te kijken. Ik was gefascineerd van het begin. Het is fantastisch. Hey mannen, ik ben het daar volledig mee eens. Dit kan een act van wereldklasse worden. Als er gewoon nog strakker gewerkt wordt. Ik zeg ja. Ik zeg ja. Absolutely. Are you kidding me? That was awesome. Three yeses. There you go. Hé hey jongens, gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, wat gaan jullie dan de volgende keer doen? Want ik zit net af te vragen, kunnen jullie dan niet via allerlei stellages of zoiets? Zeker. De jongens van Team Unleashed zijn een stap dichter bij de halve finale. Kijk.